Hallo leuke vriendjes en vriendinnetjes. Vandaag maken we een varkentje. Wat heb je nodig om een leuk varkentje te maken? Een roze ballon van 260 en onze pomp. Blaas de ballon op tot 1/4. Dat lijkt heel weinig, maar we hebben deze overschot echt wel nodig, omdat er heel veel twists in voorkomen. De eerste twist is de moeilijkste en dat is de tulptwist. Een tulptwist brengen we de knoop binnen in de ballon. We grijpen de knoop vast en we draaien hem vast. Ik maak mijn vinger altijd een beetje nat, zodat het iets makkelijker wordt. Je duwt de knoop in de ballon. Je zoekt met je vrije hand de knoop. Grijp de knoop stevig vast. Trek je vinger eruit en twisten maar. En dan heb je een leuke varkensnuit. Knijp even in de ballon dat hij lekker zacht is. Nu gaan we verder met twee kleine bubbeltjes. En om nu verder te gaan, gaan we eigenlijk werken op het systeem van ons teddyberenhoofd. Dus we maken 5 bubbels. Maar hier mag je echt wel goed blijven doordraaien, dat ze zeker op zijn plaats blijven zitten. Ik doe dat door te tellen tot 10. Tel je mee? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat zijn er al 4, dus nog eentje. 1 en 1 is 2, de derde kwam erbij, de vierde gaf de vijfde 6 keren 7 klappen op zijn gezicht, dat de achtste 9 keren rond de tiende draaide. Zo. We hebben dus 5 bubbels, 1, 2, 3, 4, 5, hahaha. En nu gaan we dus deze twee verbinden met elkaar, gewoon verbinden. En nu brengen we de varkensnuit door de opening. En nu hebben we al een begin. Nu gaan we opnieuw deze twee gaan pinch twisten, net zoals we gedaan hebben bij onze teddybeer. Je weet het, een pinch twist, trek de bubbel een beetje naar buiten en draaien. Aan de andere kant doen we hetzelfde, trek de bubbel een beetje naar buiten en draaien. En nu hebben we al een leuke varkensnuit. Nu gaan we verder met een kleine bubbel voor de nek. En nu gaan we de voorpootjes maken. De voorpootjes maak ik door een bubbel van ongeveer 2 vingers. Gevolgd door een kleinere bubbel. Dan weer een kleinere bubbel. En dan opnieuw een bubbel van 2 vingers. Ziezo. Nu gaan we verder met het lichaam van het varkentje. Dat mag eigenlijk redelijk kort zijn. Dus ik gebruik opnieuw 2 vingers. Nu gaan we de achterste pootjes maken, hetzelfde als de voorpootjes. Dus een 2 vingerbubbel, een kleine bubbel, opnieuw een kleine bubbel. En dan weer een 2 vingerbubbel. En dit draaien we samen.
Zo. Ik heb hier nu nog heel wat ruimte over. Dat is eigenlijk iets te veel. Ik zou eigenlijk maar een klein bubbeltje mogen hebben. Dus wat ga ik doen? Ik ga een klein gaatje maken in de ballon en ik laat lucht ontsnappen tot ik nog een net genoeg heb voor een kleine bubbel. Zo. Even vastknopen. En we hebben ons varkentje. Een varkentje heeft een gekrulde staart, dus wat ga ik doen? Ik ga deze bubbel opnieuw pinch twisten en dat doe ik. Ik breng de pootjes samen. Ik neem het uiteinde. Ik breng het rond de pootjes. Uiteinde rond de pootjes brengen. Op die manier krijg je een mooi staartje dat gepinch twist is. Ik breng ook graag de pootjes samen. Dus ik gebruik nog altijd mijn overschotje en daarmee breng ik de pootjes samen. Als nu de pootjes komen dan een beetje dichter bij elkaar te staan. En dan krijg je eigenlijk een heel leuk varkentje. Ik zou zeggen, neem je ballonnen en probeer het maar. Dag!